De Meilandjes ontwaken met een kater, want de eerste recensie van een nieuwe programma Chateau Meiland Fips is niet mals. De tv-columnist Mark Kosten van de Telegraaf beschrijft de aflevering als lachwekkend en treurig. Hij bekritiseert vooral het bezoek van politica Caroline van der Plas, die volgens hem haar kamerwerk lijkt te verwaarlozen voor een soapsterrol. Mark Kosten betoogt dat er veel onzin wordt gesproken in het programma, waarbij feiten lijken te worden vergeten. Hij wijst op John de Bever, die beweert dat Caroline de grootste partij van het land leidt, terwijl haar BBB-partij bij de laatste verkiezingen slechts de zesde partij werd. Hij merkt op dat Caroline dit niet corrigeerde en beschrijft de hele ontmoeting als een bizarre ontmoeting van gasten die in hun eigen universum leven. Volgens de recensent ontbrak nieuwsgierigheid in de show, en er werden geen vragen gesteld over gevoelige onderwerpen, zoals de verkrachtingsaantijgingen tegen Maxime Meiland. Zelfs de lopende kabinetsformatie werd niet besproken. Mark Koster concludeert dat het een avond vol onnozelheid was die snel vergeten moet worden.